Hoi en welkom in het laatste deel voor het maken van dit kuikentje. Ik heb in deel 1 laten zien hoe je dit hoesje kan maken. In deel 2 heb ik laten zien hoe je dit kuikentje kan maken. En nu ga ik laten zien hoe je ze met elkaar kan verbinden, zodat je een paasei hebt wat je binnenste buiten kan keren. Dus hier waren we gebleven. Het kuikentje is nu klaar. En even kijken, ja, als je het kuikentje nu binnenste buiten keert. Zo. Dan zet je het ei erop en probeer de mooiste kant van het ei. Je moet gewoon even kijken, want je hebt vaak een kant hier. Volgens mij is dit niet helemaal goed gegaan. Waar de elastiekjes wat meer bij elkaar vandaan zitten. Waar de gaatjes wat groter zijn. Nou, die kant wil je niet hebben. De meest dichte kant, die zet je over de oogjes heen. Want die oogjes schijnen een beetje anders door het hoesje. Dus je trekt dat hoesje zo over de over het kuikentje heen. En dan pak je de kleur van je ei. In dit geval paars. En dan heb ik van alles om me heen liggen, behalve paars. Dus ik moet weer even zoeken naar paars. Ik ben zo terug. Ik heb hier 12 paarse elastiekjes en ik ga voice-over verder, want ik vond het geluid te zacht. Dus ik hoop dat dit wat duidelijker is op deze manier. Je hebt hier 12 steken, 12 gaatjes aan de buitenkant. En het kuikentje heeft ook 12 van die gaatjes. En die ga je met elkaar verbinden, met die paarse elastiekjes in mijn geval. Even lastig om te zien dat ook 12 gaatjes zijn. Maar we zijn op dezelfde manier begonnen, 12 keer een elastiekje haken door die twee elastiekjes. Dus we kunnen nu de gaatjes met elkaar verbinden. Ik steek mijn haaknaald door een gaatje van het kuikentje en door een gaatje van het ei. En dan trek ik daar een elastiekje doorheen. Maar ik hou het lusje op mijn wijsvinger. En de andere kant op de haaknaald. En dan ga je met je haaknaald een deurtje verderop. Dus het volgende gaatje van het kuikentje. En daar het gaatje van het ei. Lus je nu op de haak erbij. Nu heb je 4 lusjes. 2 keer paars, geel en ook weer paars. En daar ga je een elastiekje doorheen trekken. Dus een lusje van het elastiekje wat je net hebt gebruikt, door het hoesje, door het kuikentje en weer het lusje van het elastiekje. Je houdt het lusje op je wijsvinger. Je gaat een deurtje verderop. En steekt ook door in het gaatje van het ei. En dan trek je dat elastiekje weer door alles heen wat nu op je haaknaald zit. En dat betekent door het paars elastiekje, door het hoesje, door het ei en de andere kant van het paars elastiekje. En zo ga je steeds een deurtje verder. Als je eenmaal door het kuikentje en door het hoesje je haaknaald hebt gestoken, gaat het lusje van je wijsvinger erbij. En dan trek je een elastiekje door het kuikentje, door het hoesje en door de lusjes van het elastiekje die op je haaknaald zitten aan de buitenzijdes. Nou, en als het goed is, kom je precies uit en zo niet, dan heb je misschien een foutje gemaakt. Nou ja, ik heb het idee dat dat niet zo erg is als die twee maar aan elkaar vastzitten. En je kan dus ook proberen om in één keer dat elastiekje er doorheen te trekken. Dat zag je net. Lus je erbij op de haaknaald. En dan in één keer trek ik dat elastiekje door alles heen wat op de haaknaald zit. Enzovoort, enzovoort. Ik zal dit stukje niet gaan versnellen of een sprongetje in de tijd maken. Maar ik ga wel even een muziekje ertussen zetten, zodat ik niet meer het idee heb dat ik de stiltes hoef vol te praten.
Ik heb nu 12 elastiekjes gebruikt en ik vind dat er nog wel eentje bij kan. Of ik heb net verkeerd geteld en ik heb 11 elastiekjes klaargelegd. Dat kan ook natuurlijk. In ieder geval ga ik nog één deurtje verder en dan wordt dit mijn laatste elastiekje. Dus dat trek ik weer door alles heen wat op mijn haaknaald zit. En dan kan je kiezen. Je kan nu een knoopje maken, een slipknot. Maar dan heb je dus, je ziet die gele ring van het kuikentje. En als je nu een knoopje maakt, dan wordt die ring doorbroken. Maar het valt niet echt op of zo. Maar ik kies ervoor om het anders te doen. Dus kijk maar even wat jij wil. Ik steek mijn haaknaald iets verderop nog één keer door het kuikentje en het hoesje heen. En dan pak ik dat lusje daarop en trek het naar de binnenkant. En nu maak ik dus een knoopje. Goed aantrekken. En het enige wat je nu nog moet doen is dat lusje verstoppen. En er zijn gelukkig genoeg strakke elastiekjes waar je dat lusje doorheen kan trekken, zodat je er geen last meer van hebt. Zie hier mijn paasei en als het goed is, als ik hem nu binnenstebuiten keer, is het een kuikentje. Dat kuikentje dat kan je nog een beetje een ander uiterlijk geven door bijvoorbeeld een strikje toe te voegen. Of misschien van zo'n kuifje. Oh, sorry voor het gekraak van het zakje. Dat je hier nog van die elastiekjes als een slipknot doorheen haalt en dan dit afknipt. Dat je zo van die veertjes rechtop hebt staan. Maar ik ga in ieder geval nu laten zien hoe je dat strikje maakt. En dat strikje heb ik al heel vaak gemaakt in een video, dus je kent het vast wel. Eén elastiekje vier keer op je haaknaald. En daar trek je dan drie elastiekjes doorheen. En probeer ze alle drie een beetje mooi naast elkaar te houden. En dan vormen die vier ringetjes het midden van het strikje. En dan pak je het bovenste elastiekje, de bovenste lusjes pak je op. Zo. Maak je een knoopje. Nou, dan heb je dus een strikje. En dat kun je dan ergens plaatsen. En dan moet je dat lusje weer wegwerken. Dat spreekt voor zich, hè, door die elastiekjes die daar strak staan. En zie hier het eindresultaat. Het ei is gelegd. Ik hoop dat het bij jou gelukt is. En dat je nu een paasei hebt wat je binnenstebuiten kan keren. Waardoor het een kuikentje wordt. Ik hoop dat ik ondanks de stress die ik tijdens deze video heb gehad, omdat het echt in één keer goed moest zijn, dat ik het toch goed heb kunnen uitleggen. Voor nu, bedankt weer voor het kijken en tot in de volgende video. Dag!